Inge van der Heijden wist al wat het was om Nederlands kampioen veldrijden te worden. Vorig jaar heeft ze namelijk deze titel in ons mooie Drenthe al behaald. Aan de top komen is een hele uitdaging, maar aan de top blijven, dat is nog veel moeilijker. Inmiddels weten we dat het Inge weer is gelukt om deze titel binnen te halen. Wij willen natuurlijk allemaal heel graag weten hoe. En wij willen natuurlijk ook weten, hebben wij mogelijk een nieuwe Daphne van der Brand in ons midden? Of een nieuwe Marianne Vos wellicht? Over een aantal jaren zullen wij dat weten. En dan zal Landen TV er zeker weer bij zijn. Opnieuw sportsucces in Landert. Inge van der Heijden is Nederlands kampioen veldrijder geworden. Inge, dat is al de tweede keer voor jou, hè, dat je Nederlands kampioen bent. Ja. Hoe voelt dat nou? Goed, leuk. Waar ben je Nederlands kampioen mee geworden precies? Bij het veldrijden, maar iets specifieker? Bij de meisjes, bij een categorie 6. En moet je daar nou hard voor trainen? Ja, heel erg hard. Maar is het ook echt leuk? Vrijdags niet, maar woensdag wel. Waarom vrijdag niet dan? Omdat ik dan thuis op de tak zit en dan zit ik alleen en zit er niemand omheen. Maar je hebt natuurlijk wel een einddoel, want je bent nu eigenlijk een wielrenster, een volmaakt wielrenster, al een klein beetje, want je bent twee keer Nederlands kampioen geworden. Wat is je uiteindelijke doel? Heel veel winnen en overal mee naartoe mogen. De nieuwe Marianne Vos, of is dat nog heel vroeg? Dat wil ik wel proberen. Dankjewel. En natuurlijk ook de trotse ouders van Inge. Wat moeten jullie er nou allemaal voor doen en laten voor haar sportsucces? Nou, ten allereerste is het ook onze grootste hobby. Dus wat dat betreft is het helemaal niet erg om heel veel tijd eraan te spenderen. Maar ja, richting de trainingen, richting de wedstrijden, het onderhoud van de fietsen, alles wat er eigenlijk omheen komt, erbij komt kijken, daar moeten wij allemaal voor zorgen dat dat natuurlijk in orde is. Op het moment dat dat niet in orde is, dan kunnen we hard trainen, want dan is het natuurlijk jammer voor van eventuele defecten. Dus in die zin moeten we proberen om alles in orde te hebben. En ik heb er geen enkele moeite mee. Dus, Ja, en dat sportsucces keer 3, want ze fietsen hier alle 3, toch? Ja, ze fietsen alle 3. De jongens fietsen ook allebei. En dat gaat ook heel goed. Is het niet moeilijk om daar rekening mee te houden, dat iedereen fietst? Heel moeilijk, ja. Want vorig weekend was dus het NK. En toen gingen de jongens allebei naar Milaan. Nou, daar hadden wij natuurlijk ook graag bij geweest, maar het NK gaat natuurlijk voor. En dan uiteindelijk wordt Mike in Milaan eerste en Bjorn derde. En dan is het succes natuurlijk nog een keer heel groot. In 1 weekend. Ja, ja en 3 sporters dus. Wat denken jullie als ouders? Gaan ze het helemaal maken of durven er niks over te zeggen? Daar kun je niks over zeggen. Wij genieten van de momenten. Dus dit komt leuk langs, Nederlands kampioenschap. Iedereen die sport beoefent zou graag een keer kampioen willen worden. En het blijkt nou eenmaal dat het niet altijd mee zal vallen. Er zijn een hele hoop teleurstellingen. En bij ons komt het, Inge die wordt nu voor de tweede keer. Dus dat is heel erg leuk. En wat de toekomst brengt, die garantie hebben ze niet. Wat dat betreft is het nog een lange weg. Maar het talent en het doorzettingsvermogen, dat zal de doorslag straks gaan geven. Ja, dat is goed.